Je zult waarschijnlijk zien dat ik niet Feline ben. Dit is trouwens de eerste keer in mijn leven dat ik een vlog ga maken. Ben je mee, schat? Ik kom er niet bij. Nou, ik heb de ster van de show er even bijgehaald. Ziet er nu dus zo uit, het is niet het mooiste. Hallo paardenvriendjes en vriendinnetjes. Welkom bij een nieuwe video. Je zult waarschijnlijk zien dat ik niet Feline ben. En de diehard fans zullen denk ik wel weten wie ik ben. Maar voor degenen die dat niet weten, ik ben Jahan. En ik ben degene die Marley en Olly verzorgt als Feline er niet is. Ik ben dus Jahan, ik ben 19 jaar oud. En ik ben geboren en opgegroeid in Schijndel, dat ligt in Brabant. Nu ben ik aan het studeren in Wageningen en studeer ik dierwetenschappen op de Universiteit van Wageningen. Verder woon ik op kamers in Wageningen en daarom ben ik nu dus hier. Verder nog iets. Ik rij ongeveer 11 jaar paard, denk ik. En ik heb in Schijndel ook nog mijn eigen pony staan. Nou ja, het is eigenlijk meer een verzorgpony, maar ik mag er alles mee doen wat ik wil. Dus ik noem het altijd mijn eigen pony. En Feline heeft er ook al een paar keer op gereden. En we hebben ook al een keertje vorig jaar in de winter een buitenrijvideo gemaakt samen. En op het kanaal van de Penny staat een video dat Feline met mijn pony gaat springen. Ja, die kan ze wel in het i'tje linken ergens of zo, als je die wil zien. Of in de beschrijving zetten. Wat ik vandaag ga doen is eerst even de stallen uitmesten, want die zijn een beetje vies. En die van Olly hiernaast natuurlijk ook. Daarna ga ik denk ik even Olly poetsen en een stukje met hem wandelen en dan kunnen we Mar nog even rijden. Dit is trouwens de eerste keer in mijn leven dat ik een vlog ga maken, dus ik weet niet of dat het heel goed wordt. Ik hoop het natuurlijk wel, maar je weet me nooit. Ik ben natuurlijk al vaker in video's van Feline geweest en ik film ook af en toe wel eens wat voor haar. Maar ik heb nooit echt zelf een video gemaakt waar ik zelf de hoofdrol in speel. Nou, vergeleken met Mar's stal is Olly's stal echt super schoon. Er liggen echt maar een paar rolletjes in en die van Mar is echt helemaal bruin geworden. Oké, hij focust niet, maar je snapt wel wat ik bedoel. De stalletjes zijn gedaan, dus ik ga nu even Olly's spulletjes pakken. Dus niet zoveel, alleen een poetskist en een touwtje om hem mee te nemen. Nou, onze poetskist die staat klaar achter mij. Ga ik hem even pakken. Ik hoop dat hij met mij mee wil, want het is af en toe nog een beetje lastig. Aangezien hij nooit op de poetsplaats wil en ik dat wel wil. Schat. Ik kom er niet bij. Blijf stil staan. Ga je mee? Oké, het water loopt in mijn schoenen nu. Nou, ik ben denk ik al een kwartier bezig geweest om dit monster op de poetsplaats te krijgen. Maar ja, hij wil niet echt. Nou ja. Hij staat gewoon stil en hij beweegt niet meer als ik hem erop wil zetten. Maar ik vind het al dichtbij genoeg op zich. Want net stond ik helemaal daar ergens. Maar ja. Dus ik ga hem even poetsen en dan ga ik even wandelen, denk ik. Hij is best wel een beetje vies. Oh, kusje. Oh, niet meer bijten alsjeblieft. Niet mee bijten. Niet mee bijten. Net toen ik de camera nog net niet aan had staan, beet hij me namelijk al. Dus top. What you doing? What you doing? What you doing?
Nou, zoals je ziet zijn wij eventjes verplaatst, want hij raakte net een beetje in paniek toen ik zijn hoeven op wilde tillen. En ja, hij trok zichzelf helemaal strak, dus ik dacht, ik ga toch even proberen om op een poetsplaat te zetten. Dat vind ik toch iets veiliger, dat hij dadelijk heel zijn hals kapot trekt of zo. Niet dat deze zo spectaculair mooi is, maar toch, voor het idee. Ja, hij is net nog op mijn voet gaan staan. Vond hij niet zo heel leuk toen dat ik hem eraf duwde, maar goed. Verder was hij wel lief hoor. En dit is trouwens de andere poetsplaats, want normaal staan we dus in die poetsplaats. Dat is de stallenblok waar ze staan en dit is dus die ernaast. En hier loopt hij dus wel gewoon in één keer op, terwijl hij bij die andere echt alleen maar stilstaat en niet meer verder wil lopen. Dus ja. Dan ga ik nu nog eventjes een stukje met Oli wandelen over het erf gewoon, denk ik. En dan mag hij daarna terug in de wei. En ik merk ook aan mezelf dat ik heel de tijd naar het schermpje kijk in plaats van naar de camera zelf. Dus als jullie daar aan irriteren, sorry daarvoor. Maar het is even niet anders. Wil je even aan de goede kant lopen van mij? Thanks. Ja, maar het is wel een cutie. Kijk dan, lief. No. Het is echt super mooi weer vandaag trouwens. De zon schijnt en de lucht is super blauw. Dat is heel fijn. Want als het geregend had, hadden we niet zoveel kunnen doen vandaag. Ja, oh. Ja. En Flien en ik zouden eigenlijk nog een keertje samen gaan wandelen. Maar dat is echt al 2 maanden geleden of zo gevraagd. En het is er nog steeds niet van gekomen. Omdat eerst had ik het druk met school en tentamens en zo. En nou, toen had Flien het druk met tentamens. En toen ging ze verhuizen. Dus kwam het er ook weer niet van. Maar dat komt nog wel een keertje, denk ik. En als Ol straks ingereden is, dan gaan we ook lekker samen buiten rijden en zo. Hoop ik tenminste. Ja. Zo lief. Nou ben je wel lief, hè. Nou loopt hij wel mee. Oh. Deze camera is trouwens echt super zwaar. Daar krijg je echt een lamme arm van. Ik heb hem echt 2 minuten vast. Dus dat is top. Mami? Nou, Olieboli gaat weer lekker naar de wei. En het is hier lekker herrie, want we zijn weer met van alles bezig. Lekker door de modder ploeteren. Oh, hij gaat eerst even drinken. Ik merk wel dat dingen doen met paarden en filmen tegelijk nog best wel lastig is. Zeker met zo'n jonkie als Oli. En ik denk dat je mij nu niet echt kan verstaan met deze herrie. Dus ik ga even ergens anders staan. Oli heeft net nog wat oliebollen achtergelaten op de oprit. Dus die ga ik eerst even opruimen. Dan ga ik denk ik even Marse spulletjes pakken en Mar uit de wei halen. En dan zie ik jullie zo weer. Nou, ik heb de ster van de show er even bijgehaald. Ja, Mar? Hij kijkt niet zo vrolijk. Nou. Je bent niet meer vrolijk, net was je zo vrolijk. Ja? En ik heb zijn spulletjes even hier neergelegd. Ik ga met dit dekje rijden vandaag. Dan ga ik eventjes poetsen en opzadelen. En dan zie ik jullie zo weer terug. Maar dit is niet helemaal de bedoeling, hè? Wat je nu aan het doen bent. Mag dat wel? Hè? Kom. Terug. Terug. Goed, zo. Nog een stukje. Nog een stukje. Zo. Weer op zijn plek. Thank you.
Nou, Marlosje is er helemaal klaar voor. We zijn helemaal opgezadeld. En... oh, wat doe jij nou? Waarom is dat nou weer? Ja? Ik denk dat hij gewoon weet wanneer de camera op hem staat. Maar ik ben er bijna klaar voor. Dit is mijn cap. Die matcht een klein beetje... hou nou eens op. Een klein beetje met het dekje. Maar ik heb een probleem. Want ik had vorige week... nee, afgelopen zaterdag had ik een rit bij de Mail Range. Superleuk. Maar toen gebeurde dus dit. Ik weet niet of je het helemaal kan zien. Maar de rits is dus een stuk van mijn laars. Hi. En het is niet de eerste keer dat het gebeurd is. Het is al vaker gebeurd. Ik heb ook al, zoals je kan zien, hier touwtjes eraan gemaakt. Omdat ze gingen ook al de hele tijd langzaam open. Heel irritant, maar goed. Toen de vorige keer dat het gebeurde, heb ik het een soort van kunnen maken. Toen heb ik hier, ik weet niet of je het kan zien, maar blijf van de camera af. Hij snuffelt, maar... maar hier zit dus al een touwtje, zodat hij niet verder open kan. Maar ja, het is nu dus weer zover. Ze zijn weer open en ik krijg ze ook niet meer gemaakt. Maar bij de middenrange hadden ze dus de oplossing. En dat was tape. Dus een lifehack voor jullie. Als de rits van je laars stuk is en je hebt geen zin om te maken, kun je tape gebruiken. En dat is... ja, normaal zou ik liever iets van duct tape of zo in die richting gebruiken. Maar ik was bij de Jumbo en dit was de enige goedkope tape die ze hadden. Want duct tape daar was 8 euro en dat vond ik net even iets te veel. Dus ik ga even laten zien hoe dat ik mijn laars aan ga doen. Hallo. Oh, kan je nou bijten? Vind je dit leuk? Oh, hij vindt de tape leuk. Oh. Daar gaat mijn tape. Ik hoop dat je het zo een beetje kan zien. Maar dit is dus de schoen die ik aan had die nu helemaal onder de modder zit. En mijn sokken nu trouwens ook. Want ja, later loopt in je schoenen en zo. Ja, ik trek hem gewoon zo aan. Terwijl dit een beetje zo. Ik ga nog één poging doen. Dat ik hem nog dicht krijg. Maar hij gaat niet verder naar beneden als dit. Dus ik omhoog doe. Hij gaat dicht. Kijk, hij gaat wel dicht. Ik weet niet of je het kan zien. Een beetje dichterbij komen. Hij gaat hier wel dicht, maar hieronder blijft hij open. En als ik beweeg gaat hij ook steeds verder open. Dus wat ik ga doen, ik ga deze wel dicht maken. Ga ik even dit touwtje hier omdoen, zodat hij niet naar beneden open gaat. Zo. Maar blijf nou staan. En dan moet ik de tape ook nog open krijgen, is ook heel moeilijk. Het is wel handig als je iets van een schaar bij hebt, maar de meeste mensen hebben die wel in een poetskist zitten. Even kijken of dat ik het een beetje dicht kan maken, zodat hij niet open gaat. Ze zijn ook een beetje vies. Zo. Nou, het ziet er nu dus zo uit. Het is niet het mooiste, maar het is een tijdelijke oplossing. Ik denk dat dit ook de laatste keer is dat ik met deze laars ga rijden. Want ik heb al wel 2 maanden geleden, toen het voor de eerste keer gebeurde, al een nieuwe laars besteld. Maar
Die zijn vorige week binnengekomen, maar ik heb nog geen tijd gehad om ze op te halen. Het maakt wel lekker veel geluid, dus als je een schrikkerig paard hebt, zou ik het niet doen. Nou, Marty staat echt te popelen om te gaan. Dus wij gaan even lekker rijden. Nou, ik ben klaar met rijden en ik weet niet wat deze jongeman vandaag had. Maar hij was niet zo lief. Ja, hij was op zich wel lief, maar hij is echt 5 keer of zo gewoon gaan rennen. Uit het niets, omdat hij de achterkant van de bak niet in wilde. En ik weet niet precies waar het aan lag. Het zou kunnen door mijn laars of zo, dat hij nou dacht van hé, het is anders. Maar het lijkt me sterk, want normaal zouden daar echt niks om geven. En ze waren ook... paarden aan het binnenhalen. Dus misschien dat het daar aan lag. Maar dan zou die... Ik heb al vaker gereden toen ze paarden aan het binnenhalen waren. En toen heeft hij nooit zo heftig gereageerd. En er was ook een motor die heel de tijd aan het rondrijden was. Misschien dat het daar aan ligt. Maar ik weet het niet. Ik heb het volgens mij 1 keer gefilmd. Ik weet niet of ik het erin zet. Maar ik weet ook niet of je het goed ziet of zo. Dus... Maar ja, je was niet zo lief. Je was een beetje een monster vandaag. Hè? Ja. Nou, nu ben je weer lief. Hè? Maar verder was hij op zich wel braaf hoor. Ik heb best wel redelijk normaal kunnen rijden toen ik een beetje aan de voorkant van de bak bleef. Maar ja, wel een beetje irritant, want hij heeft echt nog nooit gedaan zo. Maar goed. Ik denk dat ik de video hierbij ook maar ga afsluiten, want het wordt al een beetje donker buiten zoals je ziet. En ja, het heeft niet heel veel zin meer voor wat ik nu nog moet doen. Ik hoef alleen nog maar even Mar op stal te zetten en even voer klaar te zetten. En lekker eten maken voor jou. Ja? Dus ik denk dat ik het maar gewoon hierbij ga laten. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als je nog vragen hebt voor mij ofzo, of als je nog iets wil zeggen, dan kun je het onder achterlaten in de comments. Als je mij nou heel leuk vond en... je wil meer van mij zien, dan kun je me volgen op mijn Instagram. Zal ik in beeld zetten. @xgiahanvermeer. Dan hoop ik dat jullie dit leuk vonden. En tot de volgende keer.